Rob, we hebben natuurlijk de afgelopen tijd al heel veel van je mogen leren. Nog een laatste wijze les voor ons. En dat is een stukje zelfontdekking. Hoe dat je nieuwe dingen oppakt en waar een coach eigenlijk in dat proces zich bevindt en waar die zich het beste tot zijn recht kan komen. Dan ben je onbewust onbekwaam. Je weet niet wat je niet weet. En dan ga je jezelf in verdiepen. En dan ga je van onbewust onbekwaam, ga je bewust onbekwaam. Dan weet je wat je niet weet. Dan moet je eigenlijk door een fase heen en dan zeg ik, je loopt tegen een muur aan en door doorzettingskracht en wilskracht ga je er doorheen en 10 van de 100 mensen komt hier. En dan worden ze bewust bekwaam. Of de 90% van de mensheid, die stoot tegen die muur aan en ze gaan weer wat nieuws proberen. Dan komen ze weer hier, dan stoten ze weer tegen die muur aan en ze gaan weer wat nieuws proberen. Of je bent supersterk en je bent super gemotiveerd en je gaat helemaal los. Of er is een coach die hier staat, die je aan de hand meeneemt. Wat is een coach? Een coach is iemand die een gereedschapskist bij zich heeft om jou aan de hand mee te nemen en te helpen. Kom je hier, ga je heel veel oefenen, je gaat heel veel uitproberen en dan word je onbewust bekwaam. Dat wil zeggen, je wordt in je nieuwe vakgebied, word jij een ster. Ben jij de expert, ben jij de persoon die iedereen naartoe gaat. Ga dan een coach zoeken die jou daarbij kan helpen. Waar jij vertrouwen in hebt en die klikt met jouw manier van denken, maar wel zijn doen. Dankjewel. Graag gedaan.